De Nationale Boekenweek wordt traditioneel afgesloten met het grote lezersfeest. Dit jaar was David de gastheer. Ruim 1300 bezoekers genoten in de Lebuïnuskerk van gedichten, voordrachten en gesprekken met de crème de la crème van de Nederlandse schrijverswereld. De avond werd live uitgezonden door DRTV. In deze serie de hoogtepunten van een prachtige literaire avond. En tot slot roep ik graag een bijzondere gast naar voren, de schrijver van het Boekenweekgeschenk, Tom Lanois. Ja. Goedenavond. Tom Lanois, welkom. Een hele drukke week, of eigenlijk meer dan een week achter de rug. Zijn er trouwens sowieso, omdat het zo mooi op het boek staat, hè, Heldere Hemel Lanois, zijn er nog mensen, is hiermee definitief afgerekend met alle mensen die nog Lanoye zeiden? Ja, Daan heeft net achter die tweede pilaar iemand mij gevraagd om zijn boekje te signeren, meneer Lanoye. Ah! Ja, dus die had de voorkant nog niet gelezen, maar goed, ja. Ava. Ik doe het toch, hè. Het boekenbal, de hele drukke week achter rond. Ik zei het al, in de brakke grond verjaarde uw partner. En een prachtige avond in Carré. Sowieso was al de wens lang geleden om het boekenweekgeschenk ook in Vlaanderen te laten uitkomen. Dat is gelukt. En er was die avond in Carré, dat is ook gelukt. En dat was afgelopen woensdag. Het was een fantastische avond. De mensen zaten tot aan het plafond werkelijk, zat het vol met vlees. En mensen die hebben adem. Naast mij begon een vrouw onbedaarlijk te snikken. Het was, sprakeloos. Eigenlijk een hele mooie titel ook voor hoe het was. Voor mij was heel bijzonder dat ik vandaag in de Volkskrant mocht lezen dat de aanvoerder van Ajax, Vertonghen, ook in de zaal zat. En dat hij blijkbaar geboren is ook in Sint-Niklaas. En dat hij alle straten kende. En dat hij een beetje blijkbaar triomfzuchtig rond zat te kijken, omdat hij alles kende al van sprakeloos. En ook, zei hij, de jongste in de zaal was. Dus dat is niet echt complimenteus voor u dan, maar dat beweerde hij wel. We gaan dat rechtzetten, hè, later. Hè. Ik ben 63, maar ik heb het een en ander laten doen. Maar ik vond een heel gemêleerd publiek, want er was echt jong en oud in de zaal. Ja. Dus ik betwijfel het ten zeerste. Niet over mezelf, maar gewoon ook vanwege... Maar ik was heel blij. Maar het is echt zo'n droom waar je van weet, het kan alleen dankzij die fantastische boekenweek. Het is nu wel zo, ik moet u wel feliciteren. U hebt niet de vraag gesteld die ik de hele tijd kreeg. Leeft u nog een beetje of overleeft u het wel? En dan moet u weten dat ik nog 1 week te gaan heb, want nu komt België er nog. Dus dat was wel een droom, maar ik mag nu nog een week lang in België rondreizen, signeren. En ik sluit eigenlijk af in de Opera van Antwerpen voor 500 lezers, Belgische lezers, volgende week. Dus het is van kerk naar opera, naar carré, naar de brakke grond. Echt het soort boekenfeest zoals ik het wil. Mooi. En hier de afsluiting in deze kerk, in ieder geval voor wat ons Hollanders betreft. En hierin ga je nog iets voordragen uit de Sprakeloos. Wat gaat over, over je eigen moeder. Ja. Die, het is heel opvallend dat Nico net een boek heeft over zijn vader en begint. Ja. En dat ik dan een boek heb over mijn moeder. Dus eigenlijk, Nico en ik hebben besloten moeten vrienden worden. Zodanig dat we dan binnen een paar jaar samen een bestseller kunnen schrijven. Als we die vriendschap ook opzeggen. Met de even mooie brieven als hij in zijn essay heeft geschreven nu. Dat is het grote plan. Mooi. En nu dus iets uitsprakeloos. Ja. Over de moeder. Zij fingeerde haar hartaanvallen. Hoe noem je dat? Ze heeft een beroerte gekregen en ze verloor haar spraak. Daar gaat het eigenlijk boek over. Maar in mijn jeugd, ik dacht heel lang dat dat normaal was. Toen ze het moederlijke gezag niet meer kon volhouden tegenover vooral mijn oudste broers, dan fingeerde zij hartaanvallen. En redelijk goed, zij acteerde dat. Ze was een goede amateuractrice. En niemand durfde te zeggen, is dit nu wel echt? Het zou wel eens echt hebben kunnen zijn. Ik had ook, hoe jong als ik was, bijzondere bewondering ook, van dat iemand dat durfde. En het was ook bijzonder goed uitgevoerd, moet ik zeggen, Daan. Maar dus dat bleek toch heel erg aan haar dan vast te hangen en niet alle moeders. En daar gaat het volgende fragment ook over. Ja, dat is het begin eigenlijk. Goed. De eerlijkheid gebiedt mij wel. Ja, ik ben nu licht van het podium af aan het worden, want ik ga beginnen eigenlijk. Nee, je moet straks die kant op. Die kant moet je op. Ja? Maar vertel verder. Ik ga niet voorlezen, ik ga gewoon hier gewoon staan. Los. Ja. Ja. Dat mag, hè? Ja, dat mag. Oké, ja. Dank u. Nee, maar de eerlijkheid gebiedt mij om dus te zeggen dat mijn moeder in haar bestaan ook 2 echte hartaanvallen heeft gehad. Weliswaar 2 keer na een operatie. En dan wil ik dat u even haar taal ook hoort.
Mijn eerste keer, dat gelooft niemand. Zij. En die prachtige, barokke, precieze, nooit opdrogende woordenstroom van haar. De welluidende spraak die zij zoveel jaar zo meesterlijk machtig is geweest. Haar tongval van voor die rampzalige avond. De taal van haar vroegere ik en mijn oudste bron. Zij. Mijn eerste keren, dat gelooft niemand. Geen van de doktoren van de Waaslandse ziekenhuizen had dat ooit al meegemaakt. Ze kenden dat alleen maar uit hun boeken. Hè? Zij ook met die bizarre trots, alsof haar gebreken haar status bekrachtigden van uitverkorenen. Nu, plat gezegd, hè, zij. Ik zal het zeggen zoals het is, al is het hier een heel vreed deftige gelegenheid. Mijn gat groeide dicht. Met geen mogelijkheid kon ik mijn gevoeg nog doen. Ze hebben ze moeten openrekken met een speciaal apparaatje. Het ziet eruit als een stemvork, maar er komt weinig muziek uit. Een dilatatie heet dat en het doet gods gruwelijk zeer. 5 kinderen heb ik op de wereld gezet, madame. 5, hè? Laat het u door mij gezegd zijn. Een bevalling, dat is kinderspel in vergelijking met zo'n dilatatie. Ik werd wakker, gewoon op mijn buik natuurlijk. En ik voelde, ondanks die verdoving, ik werd onmiddellijk die pijn gewaar, daar. En patat. Ik voelde mijn hart stoppen met kloppen. Ik zweer het. Het weigerde verder een dienst. En het kon me niet schelen. Ik zonk weg met een glimlach. Merci, lieve dier. Merci. Alles is beter dan deze pijn aan mijn kringspier. Maar ja, hoe gaat dat dan? Ze hebben mij dan elektrische schokken gegeven. Hè, met van die 2 van die strijkijzers. Een hartmassage, bijna mijn zwevende rib gebroken. En ze hebben op mij ingepraat. Over mijn kroost. Over mijn Roger, mijn vader. Over het gezin van Pamel dat ik aan het repeteren was. De enige klassieker in de Vlaamse theaterliteratuur. Het gezin van Pamel, waarin dat ik Douwboerin mocht spelen. Dat is een eeuwen dankbare rol. En kijk, ik dan op mijn tanden gebeten. Hè. En zoals altijd. En ben ik daar dan doorgekomen, ook zoals altijd. Zij. Nergens kan de ware diva haar buitennissigheid beter bewijzen dan in haar gebreken. Ze had stekende pijn in haar oog. Een week lang neemt ze ons geplaag voor lief. Tja, maar misschien groeit na jouw gat ook jouw oog dicht. Dat kan. Ja, maar misschien heb je al blaren op je oogbal van te veel te knipogen naar je publiek bij het groeten na het gezin van Pamel. En tot ze, na een week en een bezoek dus aan haar oogarts, met opgeheven hoofd weer thuis kwam. Nog nooit heeft die een brave mens zoiets gelezen of zelfs maar meegemaakt. Hè. Er was, maar vraag me dus niet hoe, een zaadje van een aardbei terechtgekomen in het putteken van mijn oog, wat dat lekker warm en vochtig is. En dat heeft daar wortel geschoten. Maar effectief, die scheutjes stonden al op punt om in een oogappel binnen te dringen. Maar heb je dat van uw leven al geweten? Er groeien aardbeien in mijn oog. Terwijl ze met een moestuin meer liggen te rotten dan te rijpen. In mijn oog groeien ze, daar wel groeien. Aan een tweede keer staat haar hart stil na een kijkoperatie aan haar knie. Ze had geëist dat ze op voorhand dus, dat ze niet volledig onder narcose zou worden gebracht. Want daaraan weet ze inmiddels haar eerder hartstilstand. En ze wantrouwde überhaupt die jonge kniechirurg. Omdat hij niet gewild had dat ze meekeek op zijn monitor. Oké, ja, zijn monitor. Maar dus ook niet op haar röntgenfoto's, waarop ze nogthans aanspraak maakte. Een favoriet onder haar vele motto's getrouw. Het oog van de meester maakt het paard vet. Het zijn mijn knieën, toch niet die van hem. Maar voor ze het in de mot heeft, verdoven ze haar toch helemaal. In plaats van alleen lokaal. En ik word wakker, hè, zei weer. En ik besef, gewoon op mijn rug deze keer, en ik besef dat ik in de luren ben gelegd door die gangster met zijn stethoscoop. En ik schiet me daar in een Franse colère. Patat, mijn hart valt stil, ik zweer het u. Hè. Ik kan er niet
tegen onrecht en oplichterij en zo. En wel, hé, ze hebben zij heel een kliniek mogen overhoop zetten voor mij. Ja, ze hebben mij met bed en al naar een intensive care mogen voeren. 3 verdiepingen hoger. Lift in, lift uit. Ze waren een verdieping verkeerd. Weer lift in, lift uit. Hé. Weer elektroschokken met die 2 strijkijzers. Hartmassage. Bijna mijn andere zweven erop gebroken. Een uur op mij inpraten. Enfin, heel hun dagschema in de war. Alleen zeggen ze achteraf, hè, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Dus een hartstilstand na een kijkoperatie aan een knie. Ik had u nogthans gewaarschuwd, zeg ik. Waarop dat dus die jonge kniechirurg, nonchalant, hè, die gangster met zijn stethoscoop, mijn kamer komt binnengewandeld, zogenaamd om zich te excuseren. Luistert, ik roep niet rap, hè. Nee, ik roep niet rap. Maar nu, ik ben beginnen roepen. Mijn kamer uit, schone meneer. En wees blij dat ik niet genoeg geld bezit. Ik procedeerde nu anders het haar van uw kop. Met schaamte en in machteloosheid sta ik nu aan haar bed op intensive care. Nog in mijn reisplunje. Nog niet bekomen van de eerste schok. Een schok waarvan ik nooit meer zal bekomen. Ik vervloek elke vezel in mijn lijf. Het lijf dat zij gemaakt heeft. Omdat ik zelfs maar een seconde heb durven te vermoeden dat dit weer een van haar kunstgrepen zou zijn. Een groteske intrige van onze kleine dwingeland. En die dwingeland ligt me vastgebonden aan te kijken. Met ogen vol wanhoop en verwachting. Haar blik schiet gebiedend naar de riemen die haar kluisteren. Naar de boeien die haar in de armen snijden. De infuusnaald die uit de zachte binnenkant van haar elleboog steekt. Het is niet moeilijk te raden wat ze wil. Maar zeggen kan ze het niet. En ook wat uit haar mond moet rollen. Nu is met de klank van kwaadheid. Dan weer met het timbre van een smeekbede. Dat is een misdaad. Dat juist zij, dat slachtoffer moet worden van deze aandoening. Dat juist zij bedeeld wordt met dit brallend onvermogen. Een vaderland heet niet voor niets vaderland. Een moedertaal niet voor niets moedertaal. Uit dat eerste kan men ontsnappen en vluchten naar de andere kant van de wereld desnoods. Dat andere, de moedertaal, raakt men nooit kwijt. Dacht ik toch, tot ik voor mijn ogen mijn moeder haar taal zag verliezen en die van mij erbij. En sinds die dag ben ik ook zelf met verstomming geslagen. Ik mag schrijven wat ik wil, wanneer ik wil, waar ik wil. Hoe kan ik dat hoedende bargoens van haar ooit lenigen? Welk soort woord stel ik er tegenover? Om het uit mijn memorie weg te krassen, weg te snijden. Hoe kan ik deze godspee ooit vergeten? Het schandaal dat dit ooit mogelijk was in wat zoveel een schepping durven te noemen. En het ook nog eens toeschrijven aan hogere wezens, uitgerekend zij. Uitgerekend dit. Ik weet niet wat ik zelf moet zeggen. Ik ben slechts tot gebarentaal in staat. Verslagen met een gevoel van oneindige lafheid. Leg ik mijn hand op haar koude voorhoofd. En schrik van haar koude zweet. 2 jaar later, de laatste scène, het echte afscheid, de laatste keer dat ik haar zag, toen ze nog ademde. Ze ligt in een zonovergoten en toch kille kamer, dankzij de airco. Wit de lakens, wit de gordijnen. Wit de muren, wit het haar op het witte kussen. Haar ogen zijn gesloten. Haar gezicht is mager.
haar mond zonder gebit, lelijk ingevallen, haar neus ontsierd door een zonde. Ze ademt niet, ze reutelt. De artsen hebben me verzekerd dat zulk gereutel normaal is. Niet pijnlijk, zelfs onvermijdelijk. Onze longen vullen zich met water. In essentie, wat zijn wij? Vissen met pretentie. Ik neem plaats naast haar, met één bil op het bed. Ze merkt het niet. Ze reutelt voort. Geen mens die weet hoe lang ze zo nog heeft te gaan. Dat kwade, koppige, sterke hart van haar, dat slaat maar door. Dat slaat maar door. Haar handen liggen boven het laken. Ik laat één vinger onder een van haar handpalmen glijden in de hoop dat haar vingers zich zullen ballen tot een zachte vuist, desnoods alleen in een reflex. Ik maak me wijs dat ik een trilling voel, maar van die vuist komt niets terecht. Ik zie een gloednieuw haartje onder haar neus. Ik zie een nieuw haartje op haar kin. Het afgelopen jaar mocht ik op haar aangeven. Ze overhandigde mij het pincet. Als was het een voorrecht, een huldeblijk die ik niet verdien. Ik mocht die eruit plukken. Nu zie ik ze opnieuw. Zal ik ze er nu ook toch nog uitplukken? Waar vind ik hier dan zo'n pincet? Zal ik het proberen met mijn vingers? Zijn mijn nagels niet te kort? Dan komt er een verpleegster binnen. Zo'n mens doet nauwgezet haar werk. Ze checkt eerst de plastic zak met vloeistof. Dan de pols. Dan de zonde. Dan een oog. Ze trekt met respect het ooglid naar boven. Ik zie voor het laatst die iris in blauw-grijs. Ten slotte haalt de verpleegster die me zo'n meelevende, goedmoedige glimlach toeknikt uit de zak van haar schort twee latex handschoentjes tevoorschijn. Ze trekt ze routineus aan. Even kijkt ze weer naar mij in dubio. Dan doet ze toch haar werk. Ze wurmt twee vingers van haar ene hand behoedzaam tussen de boven- en de onderkaak van de patiënt en spert ze open. En met de wijsvinger van haar andere hand bevrijdt ze uit de plek waaruit de taal kwam die ik heb geleerd alleen nog een paar slijmen en wrijft ze af aan een tissu. En daar en dan heb ik mezelf gezworen dat ik voortaan van nu af aan één roeping heb, één doel, één godverloren zelfgekozen plicht, omdat ik weinig anders kan, weinig anders heb geleerd en nergens anders in geloof, dat ik, wanneer en waar ik er de kans toe krijg, de stilte zal bestrijden met mijn stem, de leegte zal proberen te betwisten met mijn woord, al het beschikbare papier ter wereld zal proberen te bevechten met mijn taal. Laat dat mijn rebellie zijn, mijn revolte tegen slijm. Tegen gereutel. Laat mij minstens dit als muiterij. Dat er geen tel meer zij. Geen blad, geen boek. Dat niet in 100.000 tongen spreekt. Dat niet getuigt van woorden schat.
Nooit meer zwijgen. Altijd schrijven. Nooit meer sprakeloos. Begin. Begin. Dank u wel en nog een goede nacht.